Ik wil heel graag ook laten zien wat de betekenis van Leeuwenhoek nu nog is. Hoe mensen Leeuwenhoek zien. Als je zo'n boek ook in het heden plaatst, ja, dan wint het ook aan betekenis. Welkom bij de boekensalon van de UB-Leiden. We gaan vandaag praten over een prachtig nieuw boek. Onzichtbaar leven. Over het leven van Anthony van Leeuwenhoek. En ik ga praten met de auteur Dirk van Delft. Dirk, welkom bij ons. Ja, ook voor de uitnodiging. Geen onbekende hier in de UB natuurlijk. Je bent ook bestuurslid van onze vrienden zelfs. Zeker. En we zien je hier heel regelmatig. Maar we kennen je natuurlijk ook uit je eerdere werk als journalist, als directeur van Museum Boerenhaven. Je bent een docent geweest in het verleden, ja, natuurlijk. Maar eigenlijk is je missie altijd geweest, volgens mij, om die wetenschap voor een breed publiek zichtbaar te maken. Ja, dat is de rode draad. Waar is dat geboren, Dirk? Die drang om dat... Ja, ik denk toch als leraar op een middelbare school, daar ben ik gewoon ingerold. En dan ga je uitleggen. En dat vind je dan leuk om te doen. En dan vind je ook leuk waar dingen vandaan komen. En op die manier ontstaat ook die belangstelling voor wetenschapsgeschiedenis. Ik heb in de tijd ook in Utrecht bij professor Snel dus een soort extra bijvak voor de lol gevolgd, zou je kunnen zeggen. En daar is het verder aangewakkerd. En dan leer je ook hoe die methode natuurlijk werkt om onderzoek te doen. Ja, ik heb het er altijd bij gedaan en nu ben ik gepensioneerd en heb ik er altijd tijd voor. Want dit is eigenlijk jouw missie, hè? Ja. Dus je wil het bredere publiek het verhaal van Anthony van Leeuwenhoek vertellen? Ja. En dat doe je door er heel veel bij te halen eigenlijk. Ja, je wil de context bieden waarin dit zich allemaal heeft afgespeeld. Dus die eeuw, Delft, de stad, de familie en ook het onderzoek wat gedaan werd met microscopie. De internationale context ook ervan. Ja, op die manier krijgt zo'n verhaal natuurlijk diepte en tegelijkertijd ook kleur. Want je kunt er van alles bij halen en dan krijg je ook de menselijke kant automatisch in beeld. Ja, want je haalt die historische context erbij. Maar eigenlijk ook de context van de wetenschapsgeschiedenis zoals die nu bedreven wordt. Ja. In het museum, maar ook in het wetenschappelijk discours. Ja. De kenniszinnen die er af en toe is. Ja. Dus je springt af en toe van de kenniszinnen van de 17e eeuw naar de kenniszinnen van nu. Hè? Ja, ik wil heel graag ook laten zien in zo'n boek als dit hoe men nu naar Leeuwenhoek kijkt, hoe men er toen naar keek. Wat de betekenis van Leeuwenhoek nu nog is. Hoe mensen Leeuwenhoek zien. Met die verkiezingen is dat natuurlijk heel duidelijk naar voren gekomen. Ja, en dan krijg je, als je zo'n boek ook in het heden plaatst, dan wint het ook aan betekenis. Dan is het niet alleen maar een wetenschappelijke verhandeling voor 23 vakgenoten, maar is het ook interessant voor mensen die nu van Leeuwenhoek kennen van het kankerziekenhuis. Ja, om te zien, wie zit daarachter? Precies. En want eigenlijk de concrete aanleiding voor jou om dit boek te gaan schrijven is nog niet zo heel lang geleden. Hè? Dat is een paar jaar geleden was een lezing in Paradiso. Ja. Onder dezelfde titel, Onzichtbaar Leven. Onder dezelfde titel, ja. Ik werd gevraagd om dus een lezing te geven in die zondagmorgenreeksen van Paradiso over Anthony van Leeuwenhoek. Nou, vanuit Boerhaven heb ik natuurlijk heel veel met Van Leeuwenhoek te maken gehad. Ook natuurlijk vlak het erfgoed heel veel ook. Dus ik vond dat een mooie uitdaging. En toen ik dus me ook ging voorbereiden en keek, wat is er al? Toen kwam ik er dus rap achter dat de laatste biografie uit de jaren 50 was. Op een hele ouderwetse manier gemaakt. Zoals we er nu tegenaan kijken. Dus ja, ik dacht van, dus alle ruimte voor een nieuwe biografie. En ja, dat heb ik maar als een soort startpunt gekozen. Ja, en de drijfveer daarvoor was denk ik dan die hoge notering van Leeuwenhoek bij de verkiezing tot, wat is het, grootste Nederlander? Ja, de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden. Maar ook de verkiezing van erfgoed. Hè? Dus het pronkstuk van Nederland. Ja. Waar dus het Leeuwenhoek microscoopje heel hoog ook in naar voren kwam. Werd het tweede. We versloegen de nachtwacht. Precies. Dat was natuurlijk heel grappig. Maar eigenlijk wonderlijk toch? Want de laatste biografie is dus uit de jaren 50. En toch is die bij een heel breed publiek, is die naam bekend. Ja. En wordt die ook, heeft die buitengewoon veel sympathie. Hè? Ja. Dat komt denk ik ook omdat het een echte gewone Nederlander was. Die natuurlijk echt zijn eigen gang ging. Hij schaamde zich nergens voor, zou je kunnen zeggen. Hij was ook heel open in wat hij allemaal deed en wat hij omschreef in zijn brieven. Behalve dan zijn microscoop zelf. Het geheim van de microscoop, daar komen we later op. Later nog wel op.
Ja, hij sprak dus wel tot de verbeelding. Een self-made man, echt een self-made man. En voor de duivel niet bang om ook dat naar buiten te brengen. Iedereen kwam bij hem op bezoek, omdat hij het zo gemaakt had met dat onderzoek. Koning, keizer, admiraal. Ze zochten Leeuwenhoek allemaal op. Dus ja, in die zin spreekt hij tot de verbeelding van veel mensen. Ja. Hoe kwam hij terecht bij die wetenschappelijke belangstelling? Nou, hij is begonnen als lakenhandelaar, zou je kunnen zeggen. Hij heeft ook een beetje opleidingen gekregen in Amsterdam. Hij had een soort winkel in stoffen en garnituren. Het Gouden Hoofd heet dat in Delft, vlak bij de Oude Kerk, Hippolytusbuurt. En zo in de jaren 1660 is zijn eerste vrouw overleden. Is op een gegeven moment hertrouwd met een vrouw uit een protestantse familie met dominees en ook rechtsgeleerden en zo. Dus daar leeft hij misschien een beetje die hoek, die academische belangstelling in de zin van dat soort type onderzoek misschien een beetje opgepikt. Hoe dan ook, lenzen hoorden natuurlijk in die wereld van die lakenhandel wel een beetje bij. Want je kon met een loop, gewoon een vergrootglas, kon je laken bekijken op hoeveel strengen en dus de kwaliteit op die manier beoordelen. Ja. Dus daarmee kan hij dus in aanraking zijn gekomen tijdens die opleiding in Amsterdam. En op een gegeven moment is Van Lieverlee, heeft hij daar belangstelling voor gekregen om ook andere dingen te bekijken dan alleen laken. En is hij ook zelf die lensjes gaan maken en gaan perfectioneren. Er ook een hele houder bij maken, dus een complete enkelvoudige microscoop ontwerpen. Maar daar zegt hij eigenlijk niks over. Hè? Nee. Want ik heb ook nergens gelezen in jouw boek van dat hij zegt van nou ja, ik was gefascineerd door dat vergrootglas om laken te bekijken en ik ben betere lenzen gaan maken. Maar we weten überhaupt heel weinig van Leeuwenhoek af, van Anthony af. Want ja, hij heeft, laat me zeggen, van zijn persoonlijke leven is mij heel weinig bekend. Want ja, hij heeft alles opgeschreven aan zijn onderzoek in brieven. Maar voor de rest is er heel weinig materiaal van hem bewaard gebleven. Dus ja. Dus al die drijfveren, die moeten we eigenlijk een beetje destilleren uit wat we dan wel aan materiaal hebben. Maar dat is dus bij lange na niet compleet. Dus in die zin is jouw titel wel heel, heel dubbel. Ja. Hè? Onzichtbaar leven is dat wat hij zich van maakt. Ja. Maar jij maakt eigenlijk zijn leven. Ja, probeer zichtbaar. Dus zoveel mogelijk zijn leven dan zichtbaar te maken. Maar in principe slaat het onzichtbaar leven ook op zijn persoonlijke leven. Want daar weten we heel weinig van. Precies. Nou ja, hij is in Delft geboren en getogen. Opgeleid elders in Warmond en in Benthuizen en in Amsterdam. Teruggegaan in Delft, daar getrouwd en daar is die winkel begonnen. Daar ook waarschijnlijk via die hele handel ook geïnteresseerd geraakt in die loops en daarop volgend die microscopen. Ja. Maar hij was dus in principe in dienst van de stad Delft. Hij was eigenlijk gewoon een ambtenaar. Hij moest zorgen dat de rechtspraak ordelijk verliep. Hè, dat getuigen eden werden afgenomen. Of dat er dus verklaringen werden opgesteld enzovoorts. Dat noemde je kamerbewaarder. Ja, zo heette die functie. En daarnaast was hij ook af en toe in de weer met erfenissen, curator. Hij had ook een soort wijkmeester, hij was ook een landmeter. Hij had ook een soort wiskunde tentamen voor gedaan, zou je kunnen zeggen. Want er komt natuurlijk een beetje wiskunde bij kijken, hoeken meten enzovoorts. Dus hij had diverse functies en hij was een wijnroeier. Dat betekent dat hij moest namens de stad Delft ook moest nagaan of de hoeveelheid wijn die was opgegeven bij een vat ook klopte. Dan moet je een beetje natuurlijk kunnen rekenen aan cilinders en bolle cilinders. Dat gebeurt je de kant van die landmeter op, hè? De meetkunde om dat te kunnen doen. Precies. Dus dat was waarmee hij zijn brood verdiende. En ik zei net al, het laat me zeggen, beroepsonderzoeken, dat bestond niet. Dat waren anderen ook niet. Die hadden dan een mecenas of die hadden een rijke familie. Leeuwenhoek verdiende zijn geld dus als ambtenaar, zou je kunnen zeggen. En daarnaast had hij dus die hobby, die nieuwsgierigheid om al het onderzoek te doen. Dat kwam er dus gewoon bij. Ja, de naam van het de Royal Society in Londen is al een paar keer gevallen. Hè? Op een gegeven moment gaat hij brieven sturen naar Londen. Ja. Dat moeten we even uitleggen, denk ik. Van, hij heeft niet zelf het initiatief genomen, maar dat heeft gewoon een stadsdokter genomen. De Graaf, Renier de Graaf. Nu nog vernoemd naar een ziekenhuis. Renier de Graaf die heeft op een gegeven moment ook als een soort twist, wellicht met Jan Sammerdam, een andere microscopist. Die was daar in dispuut ook en schreef dus naar de Royal Society in Londen. Zei toen eigenlijk en passant, ik wijs jullie nog eventjes op belangrijke ontdekkingen van Anthony van Leeuwenhoek. En ik heb hier wat voorbeelden. En dus een eerste brief, die introduceerde die dus bij dat genootschap in Londen. En dat is eigenlijk Anthony's binnenkomst in dat gezelschap geweest. Die waarnemingen vonden ze dermate interessant dat ze hebben gevraagd van stuur ook nog wat afbeeldingen erbij. En ook
stuur nog volgende brieven met volgend onderzoek erbij. Dus zo is het eigenlijk begonnen. En wat was dat voor club dan, die Royal Society? De Royal Society was eigenlijk een van de oudste genootschappen, geleerde genootschappen in Londen, die eigenlijk gewoon Engelse gentlemen zou je kunnen zeggen. Christopher Wren zat erbij, Robert Boyle zat erbij, Robert Hooke zat erbij en nog heel veel anderen. Grote namen. Grote namen, zeker. En die hadden als idee, het gaat echt om de waarneming. Daar begint alles mee. Dus niet à la Descartes rationeel uit het hoofd redeneren. Nee, je gaat eerst kijken, eerst waarnemen. En uit die waarneming ga je eventueel een theorie destilleren. Dan door de verbanden te zien enzovoorts. Ja, Francis Bacon, hè, die aanpak. Ja. En dat is dus ook typisch wat bij Antonie van Leeuwenhoek past. Want die begon ook natuurlijk met waarnemen. En dus die waarnemingen van Leeuwenhoek waren dus voor dat genootschap, wat in Londen bijeenkwam in een college, Gresham College om te beginnen. Dat is later natuurlijk een ongelooflijk beroemd genootschap verder geworden. Maar dat was eigenlijk een van de oudste genootschappen in Europa. Ja, maar dat begon volgens mij 1660 ongeveer. 1660 is dat opgericht. Ja, maar we gaan eerst even kijken hier naar mijn collega Mart van Duin. Want we hebben natuurlijk een brief van Leeuwenhoek hier in de collectie van de Universitaire Bibliotheek in Leiden. We gaan er naar kijken. Mart van Duin. De brieven van Antonie van Leeuwenhoek zijn van groot belang. Niet alleen natuurlijk voor het bestuderen van Leeuwenhoek, zijn leven en zijn werk en wat hij allemaal ontdekt heeft. Maar ook voor van Leeuwenhoek zelf waren die brieven van groot belang. En dat komt omdat hij heeft nooit echt een groot werk gepubliceerd, zou je kunnen zeggen. En alles wat hij ontdekte, al zijn bevindingen, die stuurde hij met allerlei brieven naar kennissen, collega's. En allerlei instituten om zo zijn bevinding kenbaar te maken. En een aantal van die brieven, eigenlijk een heel groot deel van die brieven, moet ik zelf zeggen, is uitgegeven. En daar heb ik een voorbeeld van meegenomen. De Philosophical Transactions van de Royal Society of London. Het was een gezelschap waar hij vanaf 1680 lid van was. En in die Philosophical Transactions van die Royal Society worden onder andere brieven van Leeuwenhoek gepubliceerd. En hij is zelfs een van de inzenders met de meeste brieven. En vanaf ongeveer 1674 gaat hij die brieven insturen. En hier heb ik ook een voorbeeld van 27 april 1674. En dan begint zo'n inzending ook. Considerations of Mr. Leeuwenhoek touching the compression of air sent to the publisher in his letter of August 15th. 1673. Veel schrijver als van Leeuwenhoek was. Ook de volgende brief is dan weer van hem en staat in dit boek opgenomen. En veel van die brieven zitten dus uitgegeven in die Philosophical Transaction. Maar we hebben dus ook brieven van Leeuwenhoek hier op de UB Leiden. De meeste van zijn brieven zijn in de British Library in Londen, in het archief van de Royal Society uiteraard. Maar wij hebben dus ook originele handgeschreven brieven van Leeuwenhoek die hij stuurde aan Constantijn Huygens senior en Christiaan Huygens. En die brieven zitten in het archief van Christiaan Huygens dat wij hier op de UB Leiden hebben. En ja, Christiaan Huygens was natuurlijk tijdgenoot van Leeuwenhoek, bevriend met van Leeuwenhoek. En mede dankzij Christiaan Huygens werd van Leeuwenhoek ook lid van de Royal Society. En nou ja, Huygens is natuurlijk, ik zou bijna zeggen, de grootste naam uit de geschiedenis als het gaat om wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde. En zij schreven met elkaar, dus van Leeuwenhoek schreef ook aan Huygens. En dat zie je bijvoorbeeld terug in deze brief van Antonie van Leeuwenhoek. Die schrijft hij aan Christiaan Huygens op 15 mei 1679. Je ziet hier ook de handtekening van Antonie van Leeuwenhoek. Schrijft u edele onderdanige dienaar Antonie Leeuwenhoek. En dat is een brief wat ik zei van 15 mei 1679. Aan Christiaan Huygens, mijn heer, begint hij dan. Hij beschrijft dan in die brief sowieso allerlei bevindingen die hij heeft gedaan. Dus allerlei kleine diertjes die hij heeft gezien met zijn microscoop. En hoe die bewegen. Heeft hij het over staarten die dan wel of niet meebewegen. En dat soort zaken. En dat zie je ook in die andere brieven terug. Hij is heel precies in wat hij waarneemt. En dat zie je ook in deze brief terug. En hij heeft het dus over diertjes die je met het blote oog niet kan zien. Maar als je die met een microscoop bekijkt, dan is het net alsof je, hij schrijft hier het ook, pissebedden op stenen ziet lopen.
Maar waarom ik deze brief wil laten zien is eigenlijk voor het volgende. Want Leo van Leeuwenhoek schrijft in deze brief aan Christiaan Huygens dat Robert Hooke is dan op dat moment de secretaris van die Royal Society, dat die Robert Hooke een boekje gaat uitgeven. En Robert Hooke was ook bezig met microscopen. Eerder nog dan van Leeuwenhoek, maar die van Leeuwenhoek waren veel sterker. Dus in zekere zin waren het ook concurrenten van elkaar. En zo schrijft hij er ook een beetje over aan Huygens. Want hij weet dat Huygens bezig is met een werk, Dioptrica. Dat werk verschijnt overigens na Huygens dood. Maar van Leeuwenhoek weet dat Huygens eraan werkt. En hij heeft gehoord van dat boekje van Robert Hooke. En dat heet Lectures and Collections Made by Robert Hooke, Secretary of the Royal Society. En het aardige is, van Leeuwenhoek geeft dan toe aan Huygens dat hij het zelf niet kan lezen, want zijn Engels is helemaal niet goed genoeg. Maar hij heeft het idee dat het voor Huygens van belang kan zijn. Dus hij stuurt het boekje naar Huygens toe en schrijft daar ook bij dat het van nut kan zijn voor Huygens. Maar ook dat hij het hem stuurt omdat er nogal wat mensen zijn die er plezier in hebben om anderen te bekritiseren. Dus hij wil ervoor zorgen dat Huygens op dat moment alle bronnen bij elkaar heeft om dat boek zo goed mogelijk te kunnen schrijven. En dat geeft wel heel aardig aan hoe dat klimaat, hoe dat milieu was. En hoe van Leeuwenhoek dus ook met toch wel hele grote namen als Huygens correspondeerde. En dat ze elkaar op die manier ook op de hoogte hielden. En dit soort kleine gegevens, dit soort informatie vind je natuurlijk niet terug in die gepubliceerde brieven. Maar die vind je nu juist wel als je teruggaat naar het origineel en ook die brieven doorneemt. Dus wat dat betreft een heel bijzondere bron. Niet alleen voor die bevindingen van Leeuwenhoek, maar juist ook voor die kleine zaken, die kleine gevoeligheden die ook speelden in dat milieu. Wat een prachtige brief, Dirk. Hè? Ja. En hij had ook niet de minste vrienden natuurlijk in Nederland. Constantijn Huygens, die hem... Ja, die heeft hem ook geïnteresseerd natuurlijk in bij de Royal Society. Constantijn was ook een diplomaat. Die had ook de Royal Society bezocht, met Christiaan trouwens ook. En die kende er ook mensen. En op die manier kon hij ook een goed woordje doen voor Antonie van Leeuwenhoek. En Antonie was ook geïnteresseerd natuurlijk in de mening van Constantijn. Hè, wat ook in die brief natuurlijk naar voren komt. En eigenlijk is Constantijn Huygens natuurlijk een liefhebber ook. Amateurwetenschapper is misschien niet het goede woord, maar wel een soort liefhebber ook, die dat steunde. Dus vandaar dat het een hele belangrijke stap is geweest vanuit het gezichtspunt van Antonie, dat hij zich ook voor hem inspande. Was het een soort mentor ook voor hem, denk je? Voor een deel wel, maar hij heeft zich niet zo heel erg veel inhoudelijk met de zaken verder bemoeid, maar hij was wel geïnteresseerd en er gingen af en toe ook wel brieven dus van Antonie naar hem toe. Of Antonie ging ook bij hem op bezoek. En andersom ook. Ja. Hey, en want we hebben een paar brieven gezien. Die gingen naar Londen toe. Ja. Hè, er werden samenvattingen gepubliceerd. En eigenlijk is het heel frappant, vind ik, dat die de hele wetenschappelijke, wat je tegenwoordig noem je dat, output, geloof ik. Hè, dat zit bij hem dus niet in boeken. Nee. In een soort publicatie waar hij naartoe werkt. Maar allemaal in brieven. Ja. Want er zijn iets van 200 brieven verstuurd, denk ik? Naar Londen heeft hij er ruim 200 gestuurd. In totaal heeft hij ook naar andere mensen, gewoon individuen, brieven gestuurd. Omdat Londen periodes heeft gehad dat die brieven minder welkom waren. Dat is de periode dat Halley, daar van naar de komeet genoemd, Halley daar secretaris was. En toen waren die koos andere onderwerpen meer in de hoek waar Antonie zich in bevond. Dat was toen niet welkom, zou je kunnen zeggen. Ja. En toen heeft Antonie gewoon die brieven naar anderen gestuurd, naar individuen. Mensen die kende van Delft of van de stad, ambtenaren. Of Johannes Heinz is raadpensionaris ook geweest. Die heeft ook een heleboel brieven gekregen. Dus die zijn er dus ook. Dus dan zou ik kunnen zeggen, dik 300 brieven, misschien wel tegen de 400. Want soms dan weet je van het bestaan of hebben ze niet gevonden, maar ze zijn er wel alleen. En die duiken af en toe nog op, neem ik aan. Ja, hopelijk wel. Ja. En dus ruim 200 naar de Royal Society. En die worden daar keurig bewaard. Die zijn niet allemaal gepubliceerd, voor een deel ook deels gepubliceerd, maar die worden wel bewaard nog steeds in de archieven van de Royal Society. Precies, want die chique Engelse heren, die kregen die gekke Nederlandse brieven van Leeuwenhoek, hè? Of Leeuwenhoek. En maakte daar een samenvatting van, maar ze vroegen hem ook, ze gaan mij ook opdrachten. Hè? Ze zeiden van
Nou, maak er eens een mooie tekening van. Hè? Of, en hij laat dan mensen tekenen. Hij laat meestal hij geeft onmiddellijk toe dat hij zelf dat niet goed kan. Hij heeft een aantal schetsjes gemaakt. Maar hij heeft heel snel al anonieme tekenaars erbij gehaald. Die dus ja, eigenlijk in... waarschijnlijk mochten ze zelf ook gekeken. Of kregen van Anthony gewoon aanwijzingen. Om dus die dingen die hij zag, dus ook in tekeningen weer te geven. Dat is ook een heel interessante kwestie van, ja, klopt dat goed? En dat is natuurlijk de vraag. Ja, precies. Want hij was dus in staat met zijn microscoop, we gaan straks over die microscoop praten hoor, ja. Maar hij was in staat om heel gedetailleerd naar zaken te kijken. En eigenlijk alles wat in zijn omgeving was, ging hij bekijken door zijn microscoop. Ja, hij haalde van alles nog wat voor zijn microscoop. Hij was razend nieuwsgierig. Hij werd ook gedreven door die nieuwsgierigheid. En hij heeft op die manier naar zijn eigen bloed gekeken, naar zijn eigen sperma gekeken, in water gekeken. Daar ontdekte hij dus allerlei microleven in. Ja, dat is wel mooi. Dat is de Berkelse plas volgens mij, hè? Ja. Vlak bij Delft. Vlak bij Delft. Dat is nu natuurlijk niet meer in. Dat bestaat niet meer. Ja, is ingepolderd, hè? Maar, precies. Ja. Maar in die tijd, waarschijnlijk voor een landmeetklus of wat dan ook, was hij daar in een bootje, heeft hij water getapt, flesje water getapt uit het meer en thuis onder de microscoop. Althans, dat deed hij dan in een klein, heel dun glazen pijpje. Ja. Deed hij het water in en dan bekeek hij dan door zijn microscoop. En ontdekte hij dus al dat leven. Dat onzichtbare leven. De eencellige. Eencellige, ja. Ja. Maar eigenlijk is dat toch, dit is een enorme ontdekking geweest. Hè? Dat was een hele grote ontdekking. En ja, hij betrad dus een wereld waar niemand eerder was geweest. En dat is natuurlijk het mooie dan ook. Ja, dan heb je ook dus de termen niet goed paraat natuurlijk. Wat zie je? Dus dan moet je dat allemaal gaan omschrijven. Achteraf kun je natuurlijk daar natuurlijk mooi naar kijken van ja, wat heeft hij nou precies bedoeld? En want ja, en ook de maten waren natuurlijk niet bekend. Hij heeft ook zijn hele eigen eenhedenstelsel moeten bedenken met zandkorreltjes of ja, hij vergelijkt van allerlei dingen. Hij heeft ook over klootjes die hij dan tegenkomt. Hè? Ja. En Die hele wereld, die vond hij natuurlijk razend interessant. Want hij was iemand die gewoon een nieuw land betrad, een nieuwe wereld betrad. Ja. En daar als eerste dus gewoon verslag van deed. Nou, dat is natuurlijk een geweldige... Ja, ik vind het wel mooi ook, want je ziet af en toe bij anderen in zijn tijd ook dat er een soort frustratie is. Hè, van waarom zijn die goede ogen en waarom is die blik op deze onbekende wereld nu uitgerekend bij hem terechtgekomen? Ja, dat is natuurlijk een zeker... En niet bij een... Natuurlijk altijd sprake van jaloezie, dat is natuurlijk heel menselijk. En Anthony heeft natuurlijk zijn methode altijd voor zich gehouden. Dat was zijn unique selling point, om het modern te zeggen. En door dus die uiting van en die weergave van die werelden, werd hij natuurlijk beroemd. Hè? Want ja, iedereen vond dat natuurlijk prachtig, dat soort zaken bestonden. En koning keizer Admiraal nogmaals, ze kwamen bij hem langs om zelf ook te kijken. En ja, op die manier is hij gewoon als zelf met onderzoek natuurlijk gewoon wereldberoemd geworden. En wie waren het allemaal die bij hem kwamen kijken, Dirk? Sowieso natuurlijk ook wel collega's. Hè. Christian Huygens kwam ook bij hem langs. Maar ook de koning van Engeland, Jacobus, of James beter gezegd. Allerlei mensen uit regeringskringen ook van het land kwamen bij hem langs. Heinzius en op die manier, zelfs Tsaar Peter de Grote, die heeft op een gegeven moment ook zeker een bezoek aan Nederland gebracht. En een van de eerste bezoeken is hij ook gaan kijken bij Anthony van Leeuwenhoek. Hij is een van de zeer weinigen die van Anthony ook een Leeuwenhoek microscoopje dus mee heeft gekregen. Ja. Want hij was er natuurlijk heel erg voorzichtig mee. Verkocht ze ook absoluut niet. En die mensen vonden het allemaal zeer de moeite waard om daar natuurlijk met eigen ogen te kijken wat die gekke Hollander allemaal zag. En konden die mensen dan net zo goed kijken als van Leeuwenhoek zelf? Nee. Het was best moeilijk om er doorheen te kijken. Dus of iedereen dat goed gelukt is, kun je sowieso afvragen. Want er komt natuurlijk een heleboel bij kijken. Je hebt natuurlijk sowieso natuurlijk het microscoopje moet maken. Maar je moet ook het preparaat natuurlijk maken. En je moet de belichting goed hebben. En je moet zelf goede ogen hebben en weten hoe het werkt. Dus het is eigenlijk een heel palet van eigenschappen die gecombineerd dan de wereldschokkende ontdekkingen opleveren. Precies. En eerst even terug naar de grote ontdekkingen van Leeuwenhoek. Want we hebben dat slootwater uit de plas, daar waar hij eencellig in ontdekte. Ja. Hij ging volgens aan de slag met zijn eigen bloed. Ja, ontdekte dus aan de bloedlichaampjes, zou je kunnen zeggen. Rode, witte bloedlichaampjes. Hij ontdekte ook de bloedomloop. Dat het, laten we zeggen, een bloedomloop bestond, dat was wel duidelijk. Maar gewoon om dat echt live
te zien in hele dunne haarvaten. Bijvoorbeeld in de staartvin van een aal. Dan kon je ook demonstreren met een nieuw type microscoop, zou je kunnen zeggen. Waarbij die een soort reageerbuisje had. Waarbij die dan zo'n paal in zo'n aal instopte. En aan de bovenkant dan, dus terwijl het beest nog leefde, door die staartvin keek. En dan op die manier dus gewoon echt het bloed de weg terug naar het hart zag instaan. Ja. Een aalkijker noem je dat, hè? Een aalkijker, ja. Hij heeft er ook, daar deed hij dan weer niet moeilijk over. Hoe je zo'n aalkijker bouwde. Een compleet bouwpakket heeft hij laten tekenen. En dat is ook naar de Rode Society gaan en gepubliceerd. Dus daar deed hij niet moeilijk over. Maar ja, de kern zelf, Maar we hebben dat slootwater gehad, we hebben zijn eigen bloed. Hij ging nog een beetje verder, want zijn eigen sperma ging ook de buisjes in. Zeker. Heeft hij in eerste instantie ook op verzoek van de Royal Society naar gekeken. Toen liep dat verder dood in de zin van dat hij daar snel mee is gestopt. Maar op een gegeven moment komt er een student langs uit Leiden. Die laat sperma zien. En dat vindt hij toch wel interessant. Het was dood. Maar goed, is hij bij zichzelf ook eigen sperma gaan onderzoeken. Dan zegt hij er nog even devoot bij dat het dan natuurlijk normaal is gelopen. En dat hij binnen 6 hartslagen na de coïtus dat er al voor had en zo. Dus, maar goed, hoe dan ook. Daar zag hij dus inderdaad sperma. Levende beestjes zou je kunnen zeggen. Die zwommen gewoon daar gewoon in dat vocht. En ja, dat vond hij razend interessant. Want dat is eigenlijk de oorsprong van het leven natuurlijk. En hij heeft ook in die zin ook een theorie ontwikkeld, waarbij dus eigenlijk het mannelijke zaad, daar gaat het om. Precies. De vrouw is alleen maar bedoeld om dat te ontvangen en daar goed voor te zorgen dat er een kind uit tevoorschijn komt. Maar verder heeft dus de vrouw eitjes, cellen, dat doet er niet toe. En hij schrijft ook dat hij in dat sperma ziet hij dus niet alleen maar die zaadcellen, wat wij nu zaadcellen noemen, maar hij ziet ook stukjes die dan de soort basis vormen voor het latere. Ja, die mening stelt hij later wel weer een beetje bij. Maar in eerste instantie denkt hij in feite dat in dan zo'n zaadcel eigenlijk al de nieuwe mens verstopt zit. En dan krijg je natuurlijk eigenlijk een soort Russische poppetjes Badoeska idee van dat is eigenlijk Adam al de complete mensheid, als hij dan doorredeneert, al bij zich moet hebben gedragen. Ja. Later is hij er ook wel een beetje op teruggekomen. Maar het idee dat de man eigenlijk, daar draait het om. En dat de vrouw het ontvangt en er goed voor zorgt, dat was ik volkomen tegen de heersende opvatting van Harvey en anderen, dat het om de eicel gaat. Ja. En dat is de man in feite daar dan een soort zegen over geeft met die zaadcel. En wat dan vervolgens de eicel ermee aan de gang gaat. Ja. Dat het samen wat is pas van veel later. En Antonie's redenering was dat die eicel, dat follikels in medische termen, die zaten vast en die konden helemaal niet door die eileider heen. Dus hij vond het allemaal maar grote onzin, die theorie. En hij had dus niet in de gaten dat dus in die follikels ook nog kleine eicelletjes zaten die wel door die eileider konden. Dus in die zin is het ook wel grappig om te zien dat dus toen hij helemaal die opvatting van die zaadcel doet het en de rest doet er niet toe had, hij niet meer echt onbevooroordeeld heeft gekeken in de vrouwenvoortplantingsgeheel. Om toch ook die andere opvatting. Want dan had hij misschien die eicelletjes wel ontdekt. En had hij misschien toch wel op de juiste opvatting kunnen uitkomen. Ja. Ik ga nog even terug naar die manier waarop hij zijn denkbeelden poneert. Het water, het bloed, sperma gehad. En hij ziet een heleboel. Hij schrijft daar voortdurend brieven over naar Londen. Die worden dan weer samengevat, hebben we gezien. Hè? Ja. Maar uiteindelijk werd hij natuurlijk zo beroemd dat die brieven ook werden gepubliceerd. Ja. Hè? Op een gegeven moment, dat begon ermee. Dat is op een gegeven moment de Royal Society periodes had waarin zijn brieven minder welkom waren. En toen heeft Leeuwenhoek gezegd, ik ga ze gewoon bundelen. En dus toen heeft hij een aantal keren ook brieven gebundeld. Er zijn ook Latijnse vertalingen van verschenen. En op een gegeven moment het eerste vervolg, tweede vervolg, derde vervolg, tot vijfde, zesde toe. En aan het eind nog een keertje zendbrieven. Dus hij heeft een aantal brievenbundels gemaakt. Maar hij heeft nooit in feite de stap gezet om te constateren, ik heb nu zoveel brieven en ik heb over dat onderwerp nou in 23 brieven wat gezegd. Weet je wat, ik ga het nou eens een keertje ordelijk bij elkaar zetten. Dan is dat natuurlijk veel beter voor iemand die daar gewoon naar kijkt, om dat eens overzichtelijk te hebben. Ja. Die gedachte is nooit bij hem opgekomen. Hij heeft altijd gezegd van ik schrijf het op, hakketak, recht voor zijn raap, voor de voet op. En ik heb iedere keer weer een andere mooie, leuke nieuwe waarneming. Dus hij heeft helemaal geen behoefte gevoeld om dus die meer wetenschappelijke stap te zetten. Dirk, we gaan even kijken naar Casper van Ommen, onze conservator gedrukte werken. En die neemt ons mee naar het Delft van Leeuwenhoek. En hij gaat ook wat van jouw voorgangers laten zien.
Mijn collega Mart van Duin heeft u al verteld over de brievenboeken. Maar ik neem u mee naar Delft. Het Delft van Antonie van Leeuwenhoek. Hier voor mij heb ik een plattegrond van Delft. Ongeveer uit de tijd dat Antonie van Leeuwenhoek daar leefde. En we kunnen vrij precies zien waar hij zich in Delft heeft gevestigd. Hij werd geboren in 1632. Hij stierf in 1723. Dat leert ons dat hij 90 jaar is geworden. En het merendeel van die 90 jaar leefde hij in Delft. En wel precies hier in de Nieuwstraat, het tweede huis van de hoek, tegenover de Visbrug. Hartje centrum, vlak achter het stadhuis. Maar nog belangrijker voor hem, vlak bij de oude kerk waar in de kapel het theater Anatomicum, het Anatomisch Theater, was gevestigd. En we weten allemaal dat een grote belangstelling voor geneeskunde was natuurlijk de uitvinder van de microscoop. Dus hij moet daar geweest zijn of op een of andere manier toegang hebben gehad. Dat was eigenlijk op loopafstand van hem, dus hij moet dat gezien hebben. Hij blijft daar eigenlijk voor het grootste deel van zijn leven in Delft. Op een klein uitstapje na voor zijn opleiding in Warmond en daarna in Benthuizen. En hij gaat in de leer in Amsterdam bij een lakenhandelaar. Hij wordt dus echt handelaar. Dat is wel heel bijzonder. Hij is dus geen wetenschapper, maar een handelaar. En eigenlijk uit liefhebberij verdiept hij zich in allerlei wetenschap en vooral in de geneeskunde. En slijpt dus lenzen om daarmee microscopen te maken. En wat hij als eerste ziet door die microscopen is eigenlijk uniek. De eerste keer dat een mens kleine diertjes eigenlijk ziet. Dat betekent natuurlijk dat Antonie van Leeuwenhoek een heel bekende Delftenaar is. En dat Delft ook heel trots op hem was. En dat zien we uiteindelijk in de boeken die verschijnen. Redelijk kort op zijn dood, waarin hij voor het eerst als een soort biografische schets wordt neergezet. De eerste biografie van Antonie van Leeuwenhoek verscheen 6 jaar na zijn dood in een grote stedenbeschrijving van de stad Delft, uitgegeven en geschreven door Renier Boitin. Hij wijdt een aantal pagina's aan het leven van Antonie van Leeuwenhoek en is natuurlijk ontzettend trots op deze bekende zoon van Delft. En het is ook een hele bijzondere en interessante bron, omdat hij een aantal zaken vermeldt die wij uit een andere bron kennen. Bijvoorbeeld zijn opleiding in Warmond aan de Latijnse school, zijn opleiding in de rechten in Benthuizen en later ook dat hij naar Amsterdam gaat in de leer van een lakenhandelaar. Uiteindelijk komt Antonie van Leeuwenhoek natuurlijk helemaal niet in een academische omgeving terecht. Hij is nooit aan een universiteit verbonden geweest. Hij was een liefhebber die zich in alle natuurlijke wetenschappen wist te verdiepen. Astronomie, scheikunde, had ook een klein rariteitenkabinet aan huis dat mensen konden bezoeken. Maar hij is natuurlijk vooral bekend geworden door het slijpen van lenzen en het maken van een microscoop. En daar gaat Boitin ook op in als hij schrijft: daarenboven had hij ook zulk ene weergaloze hebbelijkheid en kunst om glazen te slijpen, dat hij door het kristal de allerverborgenste delen der natuur en allerlei soort van schepten zo levendig en klaar wist te ontdekken, dat alle vernuftigste geesten uit allerlei gewesten, gelokt door het loffelijk gerucht van zijn kunst, zijn toegevloeid en edelmoedig bekend hebben dat hij een wonder der wereld was, omdat hij zoveel verwondering verwekken konde. Hij was dus eigenlijk al 6 jaar na zijn dood wereldberoemd, zou je kunnen zeggen, om de uitvinding van de microscoop. De eerste poging tot een volledige biografie van Antonie van Leeuwenhoek wordt gedaan in 1875 door meneer Haaksman, een apotheker uit Rotterdam, die eigenlijk probeert het leven en het werk van Antonie van Leeuwenhoek in een perspectief te zetten. Dat is een dappere poging. Het is uiteindelijk een dun boekje geworden. Je kan natuurlijk nooit het hele leven van Leeuwenhoek instaan. Een halve eeuw later wordt een biografie gepubliceerd door meneer Dobel, een Engelsman, die al veel meer gegevens boven water weet te krijgen, maar zwaar steunt op nog een aantal gegevens die in Haakman staan, maar ook allerlei archiefvondsten uit Delft in zijn boek opneemt. Dat doet hij niet zelf. Hij krijgt die gegevens aangeleverd door de archivaris, dus het is ook weer niet compleet. Maar tot het verschijnen van de biografie van Dirk van Delft was dit boek van Dobel uit 1932 de standaardbiografie over Antonie van Leeuwenhoek. We gaan naar een intrigerend object wat hier op tafel staat, Dirk. Want dit is eigenlijk toch wel de basis van Leeuwenhoek was natuurlijk dat hij heel goed kon kijken. Ja. Door zijn eigen kwaliteit, want hij had een paar heel goede ogen. Heel scherpe ogen, zeker. Hij heeft natuurlijk een instrument ontwikkeld wat hem in staat stelde om die onzichtbare wereld in te gaan. Hè? Ja. En jij hebt bij je afscheid als directeur van Museum Boerenhaven deze prachtige replica gekregen. Ja. Wil je me eens uitleggen hoe dat nou precies werkt? Ja, ik zal hem even ook oppakken. En het is natuurlijk een prutsdingetje.
Het is natuurlijk absoluut geen esthetisch wonderschoon ontwerp, maar echt uiterst functioneel. Het bestaat eigenlijk uit twee metaalplaatjes. Die zijn tegen elkaar geklonken. En tussen die twee plaatjes in zit dan dat lensje geklemd. Een heel klein glazen lensje. Want het woord lens komt van lins af. Hè? Ja. En dat is het ook eigenlijk, hè? Een vorm van een lensje. Zeg. Ja, en dat lensje zit er dus tussen. Dat lensje is een heel klein glazen bolletje wat hij dan eerst sleept, maar later ook in zijn compleetheid ertussen stopte. Daarvoor zit dan dus eigenlijk het instelmechanisme, een soort cocktailprikker zou je kunnen zeggen. En daarop prikte die dan dat preparaat of plakte die een buisje vast met daarin het preparaat. Ja. En dan kon die dan met die stelschroeven kon die dat dan op en neer draaien zo. Op die manier dus het omhoog en omlaag bewegen of naar voren en naar achteren bewegen om het scherp te krijgen. En daar heeft hij er dus honderden van gemaakt, want het gekke is... hij maakte dingen met trial and error, heeft hij het ontwerp bedacht, zou je kunnen zeggen. Toen hij het ontwerp had, heeft hij dat absoluut verder niet willen vervolmaken tot een esthetisch iets, maar gewoon heel functioneel. En hij prikte dan een preparator op, bekeek dat. En ook met het idee van, ik kom later misschien nog eens een keertje terug, heeft hij dat gewoon laten zitten. En eigenlijk voor een volgend onderzoek, met een volgend preparaat, gewoon weer een nieuwe microscoop gebouwd. Hij maakte eigenlijk gewoon een combinatie van een preparaat met een microscoop. Ja, die bewaarde hij ook in zijn. En die legde hij weg? Ja. En, die vergrotingen die verschillen ook per microscoop. De ene 60 keer, de andere 100 keer. En de sterkste is van 260, 270 keer. Ja, en dat is ook wel voor te stellen. Want bij sommige preparaten is het juist niet goed om het te sterk te vergroten. En bij anderen juist weer wel. Dus op zoek naar bacteriën wil je sterker kijken dan op zoek naar rode bloedlichaampjes. Ja, dat hangt een beetje van geval tot geval af. En... hij heeft dus dat gewoon met trial and error gewoon vervolmaakt. En die methode heeft hij altijd voor zich gehouden. Maar zijn geheim gaf hij niet prijs? Geheim heeft hij nooit prijs gegeven. Vertel het eens even, Dirk. Wat is dat geheim van Leeuwenhoek? Nou, dat is later toch... of je zou natuurlijk het liefste willen van... wat zit er dan precies aan lensje tussen die twee plaatjes? Er zijn er nog een stuk of 12 over in de hele wereld. Die 12 van die microscoopjes? Ja, de rest is allemaal zoek geraakt. Waarom? Ja, het zijn frisseltjes. De mensen... Het is moeilijk om er doorheen te kijken. Dus wie hem had, die probeerde dat. Lukte niet goed en gooi hem gewoon weg. Hoe dan ook, je kunt er moeilijk een schroevendraaier tussen zetten. Want dat is natuurlijk erfgoed vernielen. Kortom, wat zit er dan aan lensje tussen die plaatjes? Dat is de grote vraag. Op een gegeven moment kreeg ik vanuit Boerhaven, toen ik daar de directeur was, het idee van mee te doen in een MWO-project. Wat als een soort outreach, ook als een soort valorisatie... onderzoek te doen naar die leeuwhoekjes met een nieuw type straling, neutronenstraling. Dus die komen uit een kernreactor, kun je die afleiden. In putten, hè, doen ze dat? In petten. Oh, petten, ja. Vroeger, ja. Maar dit is in Delft gebeurd. In Delft heb je een interuniversitair reactorinstituut. Daar hebben ze dus gewoon die leeuwhoekmicroscoop in zo'n neutronenbundel geplaatst. Die ligt de zaak dan door, want de röntgenstraling komt niet door metaal heen. Maar die straling dus wel. En dan krijg je dus gewoon de vorm van het lensje in beeld. Nou, dat gaf een geweldige ontdekking ook. In eerste instantie de verwachte vorm van een soort platgeslepen lensje. Maar bij een hele sterk vergrotende microscoop kwam er uit dat er gewoon een bol lens in zat. Dat is totaal nieuw, had niemand verwacht. Dus in die zin heeft dus dat onderzoek heel mooi resultaat opgeleverd. En hij maakt dus eigenlijk verschillende typen microscopen voor verschillende preparaten. Ja, met verschillende vergrotingen. Met verschillende vergrotingen. Het is ongelooflijk, hè? Want hij heeft dus die techniek heeft hij dus enorm... verfijnd, hè? Terwijl na hem, ik geloof dat het een eeuw geduurd heeft voordat men in staat was om een betere microscoop te maken. Dik in de 18e eeuw is pas weer in de, laten we zeggen, de samengestelde microscopen, zoals we die allemaal kennen, meerdere lenzen, is toen een oplossing gevonden voor een probleem dat de kleuren door elkaar liepen. En toen kwamen dus die microscopen, die maakten een flinke slag voorwaarts en konden dus ook dan beter zien op een gegeven moment dan de microscoopjes van Leeuwenhoek. Ja. Maar dus eigenlijk tot diep in de 18e eeuw waren die van Leeuwenhoekjes onovertroffen. Ja. En iemand als Swammerdam, die gebruikte dan die gebruikte ook een enkelvoudige microscoop, een bolletje. Maar die waren toch niet zo goed, zo sterk vergrotend als die Leeuwenhoek had. Ja. Ongelooflijk. En van die honderden microscoopjes die hij gemaakt heeft, zijn er dus nog 12 over. Maar 4 van de bewaard gebleven leeuwenhoekjes
zijn in jouw oude domein. Precies. Bij Museum Boerhaven. Heeft er dus met vier, is in die zin ook spekkoper, zou je kunnen zeggen. Ja, en daar staat natuurlijk eentje prachtig te pronken in de collectie bovenin het museum. Dirk, we gaan even kijken. Dat is een heel goed idee. Ik wandel hier op een donkere zolder in het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Het museum over de geschiedenis van de wetenschap. En ik ga hier op zoek naar de vier microscopen van Van Leeuwenhoek. De vier Leeuwenhoekjes die hier bewaard zijn. Ik ga praten met de conservator hier, Timo Kokuit. Hi Harald. Hey. Welkom in Rijksmuseum. Wat leuk om hier te zijn, joh. Dus dat is één van de vier microscopen. Dat is één van de vier Leeuwenhoek microscopjes die we hier in de collectie hebben. Van Leeuwenhoek heeft meer dan 400 van die microscopjes gemaakt. Maar ze zijn echt waanzinnig schaars. Misschien ook omdat je helemaal niet herkent dat het een microscoop is. Als je het zo in een laadje zou vinden, je zou nooit de link leggen tussen dat objectje en de belangrijkste ontdekkingen van de 17e eeuw. Maar hiermee gebeurde het, met deze microscopjes. Wat is nou het geheim van die microscoop van Van Leeuwenhoek? Wel, het zijn heel vreemde instrumentjes als je denkt dat daarmee die belangrijkste 17e eeuwse ontdekkingen zijn verricht. Je zou misschien een andere microscoop verwachten, meer een soort buistype. Dit is helemaal iets anders, maar het zit in al zijn eenvoud ontzettend vernuftig in elkaar. En hele goede lenzen. Absoluut. De lens is gewoon het kernaspect van deze microscoop. Daar draait alles om bij deze microscoopjes. Waarom kon hij nou zo goed die lenzen maken dan? Ja, dat is lange tijd een groot mysterie gebleken. We weten wel, Van Leeuwenhoek geeft af en toe wel een clue naar hoe hij zijn lenzen maakte. Maar zijn allerbeste microscopen, dat heeft hij altijd voor zich gehouden, hoe die lenzen werkten. Zeg maar 350 jaar lang bleef dat een vraagteken. Een paar jaar geleden hebben wij samen met de TU Delft, hebben wij met geavanceerde neutronentechniek, zijn we in staat geweest om in die microscoopjes te kijken. Want ja, we willen ze natuurlijk nooit uit elkaar halen. We willen weten welke lens erin zit, maar dat gaat te ver. Met die neutronen met de TU Delft hebben we kunnen kijken. En we zagen dat in de allerbeste Leeuwenhoek-microscopen eigenlijk een ontzettend eenvoudig lensje zat. Het was gewoon een glasbolletje met een klein staartje eraan. Ja. Maar ik begreep dat het een soort twee type lenzen waren die hij maakte. Ja. Van Leeuwenhoek sleep veel van zijn lensjes. Hij zei ook, ja, kijk eens hoe dun mijn lensjes zijn. Ze passen mooi tussen die lensplaatjes. Maar voor zijn allersterkst vergrotende microscopen heeft hij altijd voor zich gehouden hoe die werden gemaakt. Wij kwamen erachter dat het met een methode was gemaakt die eigenlijk behoorlijk voor de hand lag in de 17e eeuw. Dus enerzijds een heel verrassend antwoord, maar ook de vraag waarom deed hij dan zoveel meer dingen met die lens dan al zijn tijdgenoten. Maar hoe maakt hij dan die hele sterke lenzen? Ja, het is een glazen bolletje dat hij maakte door een dun stukje staafje glas in een hete warmtebron in een kaars door daar een bolletje aan te smelten. Ik heb hier een replicaatje, dit is natuurlijk niet een echte. Maar het is niet heel comfortabel werken hoor. Een heel klein lensje. Dat zie je hier, dat pinnetje waar het preparaatje op zit. En je duwt hem bijna in je oogkas, microscoopje. Dus het is niet heel comfortabel werken. Maar als je er eenmaal te pakken hebt, en dan met heel langzaam scherpstellen, zie je dan eindelijk op heel hoge vergroting zie je de natuur geopenbaard. Hey, en jullie zijn nu ook bezig om eigenlijk met moderne technieken weer door die lens te kunnen kijken. Ja, dat klopt. Ja. We zijn nu met het onderzoeksproject Visualizing the Unknown aan het kijken hoe we Van Leeuwenhoek's observaties beter kunnen begrijpen in de 17e eeuwse microscopie. En hoe het precies werkte met methodes, maar ook met visualisatietechnieken om zichtbaar te maken, om te verbeelden wat nooit iemand eerder had gezien in de microscopie. Dus jullie kijken eigenlijk nu met moderne technieken weer door die lens? Ja, wij willen weten wat Van Leeuwenhoek zag en wat hij daar vervolgens mee deed en wat hij meer zag dan zijn tijdgenoten. Dit onderzoeksproject gaat ook over hoe beeldtaal is ontstaan in de wetenschap en daarom heeft het ook nog betekenis voor de actuele wetenschap. Van Leeuwenhoek wordt vaak bestempeld als de grondlegger van de microbiologie. Hè? Ja. Maar wat deed hij eigenlijk anders dan zijn voorgangers? Wel, ik neem je even mee naar een andere vitrine, dan kan ik je dat in detail uitleggen. Okay. Dit is de vooravond van Van Leeuwenhoek zijn onderzoek. 1673, Van Leeuwenhoek is nog onbekend. Er bloeit al van alles in de microscopie. Het is een bestaand vakgebied waar je commerciële microscopen hebt. Die zijn wat herkenbaarder. Hier zie je al een mooie sierlijke buis in. En je kijkt naar insecten, een bekende wereld. Een hoge vergroting is er eigenlijk niet zo heel handig, want je wilt toch een beetje het overzicht bewaren. Dus door die microscopen door kon die je dit zien? Door die microscopen kon je dit zien. Je ziet hier beelden belangrijk worden in de microscopie. Maar op dat moment is er iemand in Delft die resoluut kiest voor hoge vergroting en daarmee ontdekt dat er aan onze voeten een nooit geziene, wonderbaarlijke wereld is van leven. Dus veel dichterbij dan dit deze eigenlijk. Deze heren hebben kunnen doen. Ja. Tiben, het is Van Leeuwenhoekjaar dit jaar. Want? Ja, het
2023, 300 jaar sinds Van Leeuwenhoek is overleden, maar ook 350 jaar sinds Van Leeuwenhoek met zijn eerste brief aan de Royal Society zijn microscopiecarrière begon. Zoals je weet zijn wij met nieuw onderzoek ook met een nieuwe blik op onze collectie door Van Leeuwenhoek te bekijken in, breder in zijn tijd, maar ook wat die impact is geweest voor wat daar plaatsvond in de wetenschap voor de wetenschap van vandaag. Onze tentoonstelling over Antonie van Leeuwenhoek die in april opent, die in Rijksmuseum Boerhaven, zal je alle details daarover en alle uitkomsten vertellen. Dus, Timen, als mensen willen zien wat Van Leeuwenhoek heeft gezien, dan moet je vanaf april naar het museum komen. Precies, kom naar de tentoonstelling. Van Leeuwenhoek, waar je nu dit mooie boek over geschreven hebt, die was natuurlijk voortdurend in jouw leven al bij Boerhaven. Ja. Nu heb je dit boek over hem geschreven. Ja. Maar eigenlijk is dit de opmaat naar een heel dit jaar eigenlijk, dit Leeuwenhoekjaar. Want het is dit jaar 300 jaar geleden dat hij is overleden. Dat hij is overleden, dus dat herdenken we met allerlei manifestaties. Er komt een of andere conferentie, er komt waarschijnlijk ook die meerdere publicaties nog wel aan. Er komt ook een tentoonstelling in Boerhaven over Leeuwenhoek komt eraan. Dus in die zin, er komen diverse activiteiten. En er is ook een heel consortium gevormd van allerlei partijen, Royal Society, ook Delft en ook andere, het Huygens Instituut in Amsterdam, die ook samenwerken om daar een mooi programma bij te maken. En dames en heren thuis, ik kan u alleen maar aanbevelen om dit prachtige boek te lezen over Antonie van Leeuwenhoek. Hoe hij het onzichtbare zichtbaar maakte en hoe we daarmee ook een glimp krijgen van de onzichtbaarheid van Leeuwenhoek zelf. Dirk, dankjewel. Dank voor het kijken, dames en heren. Graag tot de volgende aflevering van de Boekensalon.